Een poging om de langste Sinterklaasruim ooit te maken en dat ook nog eens voor goede zaken. Die poging wordt gedaan in Oosterhout. Op de FNMAVO wordt het gedicht langzaam opgebouwd. Stadsdichter Eusrovers gaf woensdag het startsein. En wie er nog meer van weet, is verslaggever Ad Romeijn. Ja, Dave, ik weet er inderdaad wel meer van, maar ik weet niet of dat ik dat op rijm kan. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dat niet op rijm kan doen, dus ik doe dat dan ook maar niet. Het langste Sinterklaasgedicht wat er ooit is gemaakt bestaat uit 3314 regels. En dat willen ze hier dan of evenaren of overtreffen. En vandaag is daar dan het startsein voor gegeven. Dat werd gedaan door de stadsdichter van Oosterhout. Daar komt ze straks nog wel op terug en... De leerlingenraad van Event zat eens te denken wat ze de Rens Jozef Foundation konden schenken. Dat is van de stadsdichter van Oosterhout. Ja, ik wou toch beginnen met de standaardregels die ieder Sinterklaasgedicht zo ongeveer kenmerken. Dus, en geprobeerd ook op de actie in te spelen. Waarom werkt de stadsdichter van Oosterhout hier aan mee? Ja, ik zei net, ik krijg vrij veel verzoeken van allerlei kanten en ik moet dat wel een beetje in selecteren. En in dit geval was het sowieso het feit dat de leerlingenraad mij zelf benaderde in plaats van een leerkracht of een directeur. Dus dat vond ik wel een pre. En ook ja, het doel op zich. Wij helpen kinderen met AIDS om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen in Zuid-Afrika. We hebben daar een tweetal projecten. Eén project, een zwangerschapskliniek. Speciaal om moeders de gelegenheid en ook de ruimte te geven om een baby HIV-vrij ter wereld te brengen. En de andere is de geestelijke en gehandicapte kliniek. En die is speciaal voor kinderen uit de townships die we daar uithalen. En toch nog proberen zo goed en zo kwaad mogelijk hun leven voor te laten zetten in een beschermde omgeving. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, we waren gewoon iets aan het denken wat we met school wilden gaan doen, want we doen zo een paar keer doen we iets leuks met school. En we dachten nu van ja, we gaan een stichting sponsoren en dat kwamen we bij Rens Jozef. En ja, we gaan nou gewoon heel veel geld verzamelen voor het goede doel. Er zijn er al heel wat dichtregels gemaakt vanmiddag, maar er moeten er 33.114 gemaakt worden. Hoe kunnen mensen daar aan meedoen? Nou, ze kunnen naar www.vacu.eu en dan kunnen ze regels maken en dan kunnen ze gelijk sponsoren met 1 cent per regel. Nu zitten jullie hier in Oosterhout, maar het is niet alleen voor de inwoners van Oosterhout. Iedereen kan gewoon meedoen. Iedereen, want ja, we willen natuurlijk zoveel geld mogelijk geld binnenhalen voor de kinderen.